we roepen eigenlijk altijd een week lang niet vrijen. Eigenlijk allemaal gericht op het voorkomen van een bloeduitstorting. Bovendien zal het pijnlijk zijn. Maar het verhoogt ook de kans op een flinke bloeduitstorting van binnen. En dat is natuurlijk niet handig. Dus de eerste week geen wilde seks lijkt me heel verstandig. Masturberen is geen enkel probleem. Anticonceptie moet sowieso blijven gebruiken totdat de spermacontrole na 3 maanden en minimaal 30 zaadlozingen heeft aangetoond dat er onvruchtbaarheid bereikt is. Dus sowieso na de ingreep anticonceptie blijven gebruiken totdat duidelijk is dat steriliteit bereikt is. En dat is dus na de controle en daar wordt een schriftelijk bericht over verstuurd. Zaadcellen worden in principe gewoon afgebroken door het lichaam zelf in de testikel. En dat verdwijnt, dat merk je niet, maar dat verdwijnt ongemerkt. Na de ingreep gaat de zaadproductie in principe nog een tijdje door. Dat kan soms een wat stuwend gevoel geven in de testikels. Dat is vooral de eerste weken na de ingreep soms nog wat vervelend. Ook bij een zaadlozing van alleen nog prostaatvocht kan soms in de testikels een beetje stuwingsgevoel plaatsvinden. En dat verdwijnt in de loop van de weken, maanden na de ingreep. En de zaadproductie in de testikel die gaat langzamerhand teruglopen. Daardoor is ook bij een wens tot herstel. Dus als er om een of andere reden een verzoek komt na sterilisatie om een hersteloperatie te doen, is de kans op succes in de eerste jaren na de ingreep groter dan na langere tijd, waarbij de zaadkwaliteit nooit meer die kwaliteit bereikt dat je nog kinderen zou kunnen krijgen.